En zo is het, Boris van der Ham. Dat is een hele belangrijke actie. Aan tafel is aangeschoven, schrijfster, bioloog en ontdekkingsreizigster Arita Baijens. Welkom. Hallo, wat leuk dat je er bent. Ja, ja. Ik vind het ook heel fijn om hier te zijn. Ja, dat ik op een gegeven moment keek naar tv en er was je iets met kamelen en een ontdekkingsreiziger. Wauw, wat een stoere vrouw is dit. Ja, zo ga ik al 30 jaar door het leven. Ja. En wat ik wel mooi vind, om, zeg maar, mijn bijdrage hier, is ook te laten merken dat kunst en cultuur niet alleen een economisch verhaal is, hoewel dat ontzettend belangrijk is, maar dat ik mijn werk nu niet kan doen. Daar wordt niemand werkeloos van, behalve ik zelf. Behalve jijzelf. Nou, maar, dat is al erg genoeg. Ja, dat is erg genoeg. Maar wat er wel mist, is, weet je, cultuur gaat voor mij over verbeeldingskracht. En ja, de mens is eigenlijk cultuur. Alles begint, alles wat je maakt, alles wat je doet, begint met een idee. Ja. Je kunt je iets voorstellen, vervolgens ga je het geloven, of je gaat het maken, of je gaat het tegen knokken. En dat is cultuur. Dus als je dat zou missen, en mijn ding is, Nederlanders hun geest een beetje oprekken. En de ja, idee, is dat nodig? Ja, heel hard nodig. Ja. Want jij bent heel vaak in andere culturen. Ja. En met dat perspectief kijk je dan misschien naar de onze. En wat zie je dan? Nou ja, het leuke is, dan zie ik dingen die ik heel bijzonder vind, maar die me nooit zijn opgevallen. Maar ook dingen als dat er heel veel nadruk op cijfers wordt gelegd. Mm-hmm. Hè? Alles wordt gekwantificeerd, meten is weten. En daardoor verdwijnt de poëtische werkelijkheid, waarin alles mogelijk is en waarin daar ook dingen bestaan die je misschien niet kunt meten, maar die daarom nog wel belangrijk zijn. En bijvoorbeeld klimaatsverandering, iets heel actueel onderwerp. Mensen zijn bezig met de TU Delft en Wageningen en de waterschappen. Jezus, wat moeten we eraan doen? Mm-hmm. Het land loopt onder straks of het is te droog. Maar er wordt steeds gedacht vanuit technologie, die gaat het allemaal oplossen. Ja. Het is een blind geloof. Terwijl is jouw geloof? Nou, ik heb geen geloof, maar ik, behalve in verbeeldingskracht. Dus ik ga bij andere culturen op zoek, die hebben ook verbeeldingskracht. Die hebben andere oplossingen bedacht. Wij vinden dat, ach ja, die gasten, dus ik was net in Papua-Nieuw-Guinea, die een beetje met pijl en boog jagen en die zeggen met vogels te kunnen praten. Of hier in Siberië, waar mensen nog geloven dat natuur bezield is. Maar als je nou, zeg maar, als een soort Alice in Wonderland door de wereld trekt. En zo kijkt. Terwijl je toch kopje hebt, weet je wel. En dan zie je gewoon dat elke cultuur iets bedenkt waar het in kan geloven. Dus wij geloven in economische groei. Mm-hmm. We geloven in cijfers. Maar als je andere aspiraties hebt, andere dingen zou willen, dan komen er andere mogelijkheden uit. Dus mijn ding is die verbeeldingskracht inzetten. De geesten een beetje oprekken. Prikkelen. Mensen laten wiebelen op hun stoel. Mm-hmm. Weet je, omdat ze denken, Jezus, hé, zou het dan toch kunnen dat wij misschien niet de waarheid in pacht hebben? Dat het anders zou kunnen. Dus als je door een andere bril kijkt, krijg je ook andere oplossingen. Precies. Krijg je een ander perspectief. Ja. Dus het zit, die oplossingen waar wij naar zoeken, die zitten hem niet in hier een beetje pielen en daar een beetje aan trekken. Mm-hmm. Maar in een totaal ander idee over hoe de wereld ook in elkaar zou kunnen zitten. Een ander totaalconcept. Ja. En ik ga zo'n concreet voorbeeld noemen hoor. Maar dus het gaat erom, als dat weg zou vallen, mensen zoals ik die een beetje afwijken van de norm. Maar die heb je juist in tijden van crisis heel hard nodig. Want dan moet je niet achter de boekhouder aanlopen, maar achter iemand die met totaal andere ideeën komt. En de met wereld, de verbeelding. Met de verbeelding. Je moet gewoon met de verbeelding aan tafel zitten. Juist. Nou, wat goed dat lukt hier. Ja. Je gaat een stuk lezen, hè? Ja. Trouwens, ik zeg het niet alleen, hè. De professor Urban Futures, Maarten Haaier zegt het. Onze rijksbouwmeester zegt het. Filosofen zeggen het. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Nou, dat wil ik daarmee niet zeggen. Maar ik ben niet de enige die zegt dat we daarvan afhankelijk zijn. Goed. Wat ga je lezen en waarom? In Siberië ben ik op zoek gegaan naar hoe het kan dat een cultuur, een hele cultuur, gelooft in geesten, natuurgeesten. Mm-hmm. En het feit dat landschap levend zou zijn. En ja, ik als bioloog dacht steeds, ja, ik zie dat niet. Dus wie heeft er nou gelijk? Toen ben ik een lange expeditie gaan maken om erachter te komen. Hebben zij nou gelijk? Of wij? Of zijn we te beperkt om? Enzovoort. Het enige wat ik nu ga voorlezen op het eind van mijn reis, ben ik een aantal dingen te weten gekomen. Maar ik ga het nu alleen maar over die verbeeldingskracht hebben. Ja, duidelijk. Het leven draait om onbegrijpelijkheid en om de ruimte tussen het vaste.
Ieder mens krijgt vroeg of laat de oproep zich te verstaan met onbewuste krachten. Daarvan verhalen de Ilias, de Odyssee, Mahabharata en moderne sprookjes zoals Alice in Wonderland. Geen gevolg geven aan de oproep en jezelf afsluiten van bronnen van de verbeelding leidt tot geestelijke armoede en vage verlangens. Verlangens die de motor vormden van mijn zoektocht naar het paradijs. Hebben wij, moderne mensen, wezenlijk andere behoeften dan een volk dat in mythen gelooft? Wat maakt ons uniek? Waarom zijn we beter dan de rest? Hebben we een ander bewustzijn, denken, moraal? Verwijs ik naar een boek van Edward Cohn, een antropoloog. Die neemt ons mee naar de Indianen in het Amazonewoud. Die zeggen te communiceren met panters, honden en het bos. Hahaha, denk je dan. Maar hij zegt, als wij ons niet prettig voelen bij het idee dat een bos denkt, terwijl hij jarenlang onderzoek daar heeft gedaan, hij zegt, dan komt dat omdat we een te beperkt beeld hebben van wat denken is. Dus als je je denken oprekt, is alles mogelijk. En ik heb, om dat te illustreren, nog iets meegenomen. Ja, want ik vraag me natuurlijk ook af, hoe gaan we dat doen? Hoe nu verder dan? Ja. Ja. Nou ja, ik heb die oplossing natuurlijk niet, maar... Maar weet je wat, ik wil nog heel even iets zeggen. Ik bedoel, het feit dat wij niet meer geloven in dat bomen denken, praten, dat de aarde een ziel heeft en tot ons praat, dat noemen wij voortschrijdend inzicht. Ja, het is een beetje sleets geraakt. Het is een achterhaald idee. Vinden wij in onze westerse samenleving? Nou, zeg maar, dat wat jij nu net zegt, dat is een beetje achterhaald. Dat hebben we heel lang gedacht. Ja, maar dat is niet meer. Maar dat was we zijn nu zo, pioniers maar... die wat anders denken. En ik denk op het moment dat je jezelf niet afsluit voor die wereld om je heen, dat jouw kanarie, ja, die is wel anders dan jij als mens. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon een beestje met behoeftes en, weet je, het leeft en het landschap idem. En als je daar van overtuigd bent, dan zorg je beter voor de omgeving. Het klinkt heel simpel, maar zo simpel is het, denk ik. Maar dus, hoe, hoe gaan we dit implementeren? Nou ja, ik ga nu geen oplossingen, ik ben geen profeet, weet je wel. Maar ik heb iets anders, wat ook heel leuk is. Ik doe heel vaak dingen die niet kunnen eigenlijk. Hè. Dan wil ik een expeditie organiseren of iets doen. En maar dat is verbeelding? Dat kan eigenlijk niet. Nou, nee, dan heb ik ook pecunia nodig. Oh, op die soms 30.000 euro. En ik, oh my god, weet je, jaren bezig. Ik krijg dat geld niet voor elkaar. En dan heb ik van iemand, een goede vriendin van mij, deze fortuinkikker uit Burma gekregen. Ja. En die kikker belooft, als ik in hem geloof, gaat dat ding doen wat ik nodig heb. Dus dan moet je dit doen, hè, zo. Vind je lekker? En ik zweer je, ik had dus een tijdje geleden 30.000 euro nodig. Het was onmogelijk het te vinden. En ik zei, en omdat ik in paniek raakte, ik had een deadline gesteld en die is heilig voor mij. Dus ik zei tegen de kikker, als jij het nou doet, dan geloof ik in jou, maar dan moet jij die 30.000 euro verzorgen. Elke dag, twee keer per dag rammen op dat ding. Mijn vrienden lachen. Maar doe dat dus een beetje nonchalant? Nee, of doe je dat dan met een klein beetje. Nou, als ik echt, weet je wel, het kan zo gaan, maar het kan ook heel lief van, joh, doe nou eens even wat. Maar wel met aandacht. Wat het doet, het bezweert de paniek. Mm-hmm. Dus de stress wordt minder. Ik doe natuurlijk heel hard mijn best om dat geld te vinden. Maar toch kwam er een telefoontje out of the blue van een filmproducent uit Amerika. Die zei, ik weet dat jij daar naartoe gaat, naar die Altai. Hoeveel geld heb je nodig? Als jij voor ons filmt, dokken wij. Het kan. Maar omdat die kikker mij rustig hield, snap je, heb ik niet opgegeven. Een normaal mens zegt, kan niet, lukt niet, laat maar gaan. Dus ik wil maar zeggen, jongens, met die fortuinkikker komen we er wel. Wat een niets bij aan toe te voegen. Fantastisch, ja. En we willen er allemaal een, geloof ik. He? Ja, de hele sector kan er wel eentje gebruiken. Een mooi staaltje van verbeelding. Ja, prachtig. Dank je wel, Larita. En jij gaat tekenen? Ja, voor? Ja, ik heb al een plekje gezien. Je hebt al een plekje. Voor wie ga je tekenen? Voor wie ik ga tekenen? Ja, voor hoeveel mensen? Oh, ja. Nou, voor mijn kamelen. Voor de vogeltjes, voor het landschap. Er kunnen alleen maar mensen, helaas. Mogen alleen maar mensen op. Ja, maar dat kan het. Ik hoorde maar dat je kan alleen voor mensen. Maar dat is natuurlijk de kracht van dit verhaal. Het gaat niet om alleen mensen. Ja, oké. Maar je tekent hier voor jezelf. Oké. Dat is ook goed. En in gedachten houden dan de vogels en de honden en de panters en de kikkers. Dankjewel. Dankjewel. Wat een nieuw perspectief.